Vandaag is de bestemming van een goed leven voor cliënten. Voor mensen die we graag willen ondersteunen om een mooi leven te hebben. Om dat goed te kunnen doen, heb je natuurlijk ook trotse medewerkers nodig. Wij vinden het fijn dat jullie met ons willen komen werken, omdat wij heel trots zijn op Cello, waar wij wonen, werken en onze vrije tijd besteden. We willen jullie vandaag alles laten zien. Zonder de combinatie van het horen van de ervaringsdeskundigen, dat vind ik het allerbelangrijkste. Daarnaast het ontmoeten van nieuwe collega's en het ontmoeten van en horen van ervaren collega's die er al langer zitten, hoe het hun bevalt. Ja, het is gewoon een hele leuke, positieve dag. En ik werk zelf bij Cello al bijna een jaar ondertussen, maar ik zie natuurlijk heel veel nieuwe dingen op zo'n dag ook. Dus dat levert het mij op. Wat me aanspreekt bij Cello is dat we willen dat mensen leven zoals ze zelf willen leven. En daar kunnen we als medewerkers op onze eigen manier allemaal aan bijdragen. Cello zit op heel veel plekken verspreid. En je ziet dan vaak vooral de plek waar jij werkt. Maar het is nog zoveel meer en zoveel groter. En daar helpt dit bij. Medewerkers hebben aan zo'n dag dat ze met eigen ogen kunnen zien en meemaken hoe het is voor de bewoners en de cliënten. En niet alleen maar van iemand horen hoe iets in zijn werk gaat. Ze moet echt gewoon gemaakt worden door de mensen die het werken. Deze dag was voor mij heel bijzonder, omdat je Cello op allerlei manieren leert kennen en ook andere medewerkers leert kennen.